Ja, en dat is Michael Bogert. Op het nummer Viva La Vida, oftewel Leef Je Leven van de Britse rockband Coldplay, krijgt Michael de ultieme kans om zich op het ijs uit te leven. Samen met zijn schaatspartner Daria is hier Michael Bogert. Ik weet het hoe je voelt nu, Michael. Het is een droge mond. Neem een slokje. Tjonge, jonge, jonge. Wat een vaart zat er in die curé. Ja, het ging wel weer snel, ja. Je bent altijd zo heel leuk, trouwens. Nee, het ging goed, echt. Hartstikke goed. Super veel kracht, super veel vaart. Ging het voor jezelf ook lekker? Ja, sommige dingen wel. Ja, sommige dingen kunnen toch altijd beter. Maar ja, je probeert de dingen die je goed kan, daar denk je niet meer aan. En de dingen die je wat minder kan, daar ga je aan denken. En dan gaan de dingen die je heel goed kon, die gaan dan weer minder goed. Dus zo is dat wel. Het wordt ondertiteld door Teletext, zo dames en heren thuis. Dus dat komt allemaal goed. Nee, maar ik denk, het lijkt wel een wielerwedstrijd in één keer. Je ging als een speer, man. Ik heb genoten. We gaan even terugkijken of we alle wat kunnen zien zo. En dan zie je ook hoeveel kracht je zet en hoe snel je gaat. Hier moet je overigens wel vaart voor hebben. Want anders ligt ze op de ruggetje, die mooie Dara. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daria, sorry. Is dat lastig om te leren, dit, Michael? Ja, omdat het toch een soort van... het is balans. En die wil hij natuurlijk niet laten vallen. Dus dat is, iedere week weer een struggle om dat voor elkaar te krijgen. Maar... En wat verschilt dit schaatsen met de discipline om te wielrennen? Wat is daar heel anders aan? Wielrennen weet je gewoon, oké, mijn vorm is goed, dan gaat de wedstrijd meestal ook wel goed. Maar schaatsen is veel meer van, hangt veel meer van details af. En het is minder vermoeiend. Het schaatsen is minder vermoeiend dan het wielrennen. Ja, maar je moet er wel, het liefste zou ik nog veel meer uren op die ijsbaan staan. Want dan weet ik zeker dat het nog veel beter zou gaan. Oké. Okay. Hey, how does it feel to skate with a real sportman? Like, it feels really good, and I'm getting more and more tired every week. Like, programs are getting so much more difficult, and it's really a pleasure to skate with Michael. Ah, wat charmant. U heeft het wel begrepen dat ze hem heel erg charmant vinden, dat ze een hele leuke man vinden, dat het elke week moeilijker wordt. En wat ben ik toch goed in het Engels? Ik vertaal het in één keer. Dat is toch enig, dames en heren. Vindt u niet? Een applaus voor mezelf. Dank u. Oké, okay. Your son is also in the audience. Van Michael, jouw zoon zit er ook. Mijn zoon, ja. Ja, sorry, ik word al helemaal een beetje nerveus. Ja. Maar waar zit hij dan? Mikai. Mikai, waar zit je? Steek je? Ja! Ja! Hartstikke goed. Wist je dat van tevoren, ja, toch of niet? Hè? Wat zei je? Wist je dat van tevoren dat hij er al zat? Ja, of niet? Ja, ja, oh, gelukkig. Het is mijn weekend vandaag, dus hij is bij mij. Dus. Oh, heel goed. Ja, zo gaat het allemaal met die echtparen die van elkaar af zijn. Die de ene keer de week die en de andere week die. Ja, Nens, heb jij nog geen last van, schat? Jij bent gelukkig getrouwd met een beeldschoon kindje. Goed, we gaan verder. Wat vindt u trouwens van mijn gilet? Is het niet wat overdreven?
Het is namelijk echt Berlijns geslepen muursteen, dus het leek me heel apart. Maar ik kan niet tegen jullie op, helemaal in het goud. Jullie zien er allebei fantastisch uit. En ik hoop ook dat de jury dat zo vindt. Heel veel succes bij de jury. Michael Boga! Dankjewel. Nou, Michael. Zo, de beren vliegen ons weer om de oren, maar we laten ons er even niet door afleiden. We gaan naar de jury. Jane, deze kuur. Dit was een superkeur, Michael. Je hebt echt heel goed je best gedaan. We hebben het iedere week over hoe snel je kan schaatsen en dat de voetwerk niets mankeert. Goede kanten van je schaatsen gebruiken. Ik zag een voetlift. Je zou daarin iets meer zelfverzekerd kunnen overkomen. Je laat je hand zo hangen in plaats van zo in de lucht. Probeer nu voor mij voor volgende week, want dat wil ik echt graag zien, een hogere lift. Ga met Bob en Deline over hebben. En dan ga hier droog oefenen, niet meteen op het ijs. En verras me volgende week alsjeblieft. Ik kan niet wachten. Spannende uitdaging. Kunnen we ervan op aan dat het dan ook gaat gebeuren? Ja, als het moet dan moet ik er nog wel in zitten natuurlijk. Maar als ik er nog in zit, ga ik beloven dat ik een hoge lift eruit gooi. En als het mij niet lukt, dan gaat Daria mij wel liften, denk ik. Dat is ook een heel spannend. Nou, hou hem erin. Hein? Ja. Nou, Michael, ik zat vanmiddag te kijken en denk van, dat is lastig. En gelukkig heb je jezelf herpakt. Ja, nee, want het is mooi, want ik zie vanavond, ik zit te kijken en het ziet er fantastisch uit. Maar wat is lastig? Wat nou, bedoel je dan? Hij zat vanmiddag een beetje te klungelen en het kwam niet helemaal lekker eruit. En ik zag hem een paar keer bijna de mist ingaan en dan zie ik hem aan hemzelf twijfelen. En dan staat hij hier vanavond en dan doet hij het wel. Mm-hmm. En dat vond ik erg mooi. Ik vond je, en we hebben het er heel even over gehad, je armen. Je vroeg hoe lang duurde dat in dat jij het onder controle had. Ik zei, de tweede show is natuurlijk helemaal niet waar. Dat duurde een stuk langer. Maar je armen die zijn inderdaad hoog. Daardoor merk je ook dat het schaatsen makkelijker gaat. En dat is een heel groot voordeel op het ijs. En ik ben het met Jane eens. Ik wil ook graag die hele hoge lift zien, want dat kan je makkelijk. Daar hoef je niet aan te twijfelen. En misschien zien de mensen dat thuis niet. Maar wij hier in de studio zien dat wel en we roepen dat ook iedere keer. Je schaatst ongehoord hard over het ijs. Mm-hmm. En dat maakt het des te lastiger om die prestatie neer te zetten. Zo hard als die fietst, zo schaatst die ook, in ieder geval. Dus daar ligt het niet aan. Maar je hebt een zware taak, Michael. We hebben zelfs nog rustiger geschaatst vandaag als in de training, want ik moest van haar rustiger. Ja, want ze was moe, zei ze, van het hele vele trainen. Rustig aan met die meid, hoor. Goed, we gaan naar de punten. Jane. Je verdient een dikke 8. Een dikke 8, dat is mooi. Hein. Een 9. Een 9, wauw. Sita. Ja, ik wilde een dealtje maken met je, maar dat is al gezegd. Een hoge lift volgende week, dan geef ik je nu een 8. Oké, netjes. En Mark? En voor mij, je moet nog steeds werken aan je uitstraling. I mean, de hoge lift zou geweldig zijn, maar je moet een showman worden. Je hebt al die elementen, al die choreografen. Alsjeblieft, werk aan de show. Maak een show voor ons. Ja? 8. Een 8. Dat is ook eng. Dat is ook een enge opdracht. Maar dat kun je, Michael. 8,3. Heb je nu, die heb ik al eerder voorbij zien komen bij Sineke. En zij staat op een eerste plek, dus die deel je nu met haar. Dat is niet slecht, Michael. Dat is goed. Dat is heel fijn. Maar de strijd wordt wel steeds heviger. En er belanden vanavond maar liefst 3 van onze sterren in de skate off. Dus als u er zeker van wilt zijn dat Michael in de race blijft, bel dan 0909-1354 of sms Michael. En zo moeilijk is zijn naam niet. 4600, want hij wil zo graag. Hij staat hier de hele dag door. Nou, Michael, dank je wel en veel succes. Thank you, Marianne.